Zondag valt het doek over de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. Dan komen we dus te 5 uur 's middags 338. De Jupiler Pro League staat voor de slotspeeldag van de reguliere competitie en dus weten we zondag 4:30 's middags 35 wil je altijd en overal als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws op voetbalnieuws. 15 op 59.155 Club Brugge kent in 2018 een dip, maar de voorsprong zal ook na de halvering van de punten nog zeer. 9:30 2 Standard huurt tal van spelers en een van hen doet het goed en maakt de afgelopen weken indruk na. 9:13 Manchester United is een favoriete onderhandelingspartner van Mino Raiola en het lijkt erop dat de 9:26 KRC Genk had met Pierre Denier jarenlang een geweldige T2 op de bank zitten, hij heeft nu een andere. 9:45 De Belgische competitie wordt goed in de gaten gehouden en een spits uit de Belgische competitie kon. 9:51 Na het WK komt er duidelijkheid over de toekomst van Roberto Martinez, Mark de Vries vindt dat dit. 9:78 Claude Puel leek in 2016 de nieuwe trainer van RSC Anderlecht te worden, maar de Fransman werd het. 9:832 KFC Beerschot Wilrijk speelt volgend jaar in eerste klasse B. Na 87 minuten stond het nog virtueel. 8:123 Het geld heeft het voetbal overgenomen en daardoor moet RSC Anderlecht jaarlijks toppers laten. 12:856 Kevin De Bruyne en Eden Hazard krijgen altijd alle lof in Engeland, maar Jan Vertonghen looft een. 9:45 97 kilovolt Kortrijk en Glenn De Boek vonden nog geen akkoord over een contractverlenging en Adnan Kustovic. 9:30 Alex Czerniawski heeft een verleden bij Anderlecht en Antwerpen en de clubloze trainer veld zijn. 13:07 89 Vincent Kompany speelde 3 jaar voor het eerste team van Anderlecht en trok dan naar Hamburg. 4:07 406 Dit seizoen zien we Neymar wellicht niet meer in actie bij Paris Saint-Germain, maar dat betekent 23:53 236 Frank Verkouteren nam in oktober over bij Cercle Brugge en had maar één missie, de vereniging naar 23:32 393 De kraker tussen Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk in het Jan Breidelstadion was een waardige. 10:50 s'avonds 0 Beerschot Wilrijk mocht tot de 90ste minuut dromen van promotie naar de Jupiler Pro League, maar dan 11:00 s'avonds 628 De kraker tussen Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk in het Jan Breidelstadion was een waardige. 10:45 s'avonds 0 Beerschot Wilrijk bleef in het Jan Breidelstadion achter met een kater van je welste na 1:22:32.266 Het zag er niet goed uit voor Cercle Brugge nadat het de heenmatch om promotie met 1-0 verloren had. 22:17.136 Cercle Brugge speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League. Het klopte in een wedstrijd met 1:10 s'avonds 557 Cercle Brugge speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League. Na een heuse thriller maakte het de 21:37.614 Cercle Brugge had 37 minuten nodig om de 1-0 uit de heenmatch tegen Beerschot Wilrijk helemaal uit. 21:26.408 Het is nog afwachten welke 23 spelers Roberto Martinez zal meenemen naar het WK in Rusland, want er 8:09 s'avonds 194 Roger van den Stok zag in zijn 22 jaar als voorzitter van Anderlecht een pak trainers de revue. 20:49.475 Beerschot Wilrijk had in de heenwedstrijd van de finale wedstrijden in 1B tegen Cercle Brugge met 1-0. 20:30.311 Chelsea kreeg de voorbije weken klappen met opeenvolgende nederlagen in de toppers tegen Manchester. 16:08 s'avonds 42 Thibaut Courtois is nog altijd maar 25, maar heeft er desondanks al een behoorlijke carrière. 2:08 s'avonds 219.